Hi, welkom bij een nieuwe unboxing van Gamersnet. En we hebben een pakketje binnen en ja... Weet je niet wat het is? Nee, we weten niet. We kunnen het niet raden. Nee, we kunnen echt niet raden wat het is. Wij bij Gamersnet zijn ook echt niet van het voor de opnames openmaken. Nee, en dan nul. Weer netjes nul. In elkaar zetten. Kijk, je ziet deze glimlach wel, maar ja goed. Dat is gewoon zomaar. Ik weet niet wat het is. Kijk, ik zie wel een soort van logo dingetje. Ja. Nou, dit pakketje, het is natuurlijk van Sony, een van de grootste games. Van hun dit jaar. Ze hebben het al lang gezien in de titel. Maar het is natuurlijk. Het is de perskit van God of War. En, het is echt wel. Het is een heel vet doosje. Ja, het is echt een. Want het is natuurlijk doosje. Een beetje zoals in de game. Is het zo'n muurtje die je daar dan hebt. Ja. Van die Nordic shit. Dat doe je zo. Maakt dat dan open. Dus gewoon de poort naar Valhalla. Ja! En wow. Dat zit hier ook in. Dus Daniel is al. 4,5 keer klaargekomen. Ja, nou ja, 4,5. Zo weinig? Zo weinig. Ja, je ziet, als je deze niet kent, dit is Kratos. Als je deze niet kent, nou, dat kan op zich. Maar dan heb je onder een steen geleefd. Ja. Dit is Atreus, zijn zoontje. En we gaan hem verder uitpakken. En er zit natuurlijk... Een verpakking. Karton. Maar daar zit weer iets waarom onder. Niemand meer digitaal koopt tegenwoordig. De brede om fysiek te blijven aanschaffen. Is ook zo. Ja, hier bla bla bla. Ze hebben hard gewerkt, 5 jaar lang. Ze zijn kapot, ze zijn allemaal depressief. Maar ze hebben mooi product gemaakt. Bla bla, veel plezier. Dat is sowieso altijd fijn. Het is altijd wel leuk bedankwoordje en zo. Schappig. En dan hebben we hier natuurlijk een rood draadje. Nou, begin jij. Wat mooi, is dit? Een boekje. Met, er staan ook weer verhalen in. Incredible Journey, A New Beginning. Ja, het is natuurlijk een nieuwe God of War, een nieuw hoofdstuk. Nieuwe stijl. En als je een beetje interviews hebt gekeken, dan weet ik wel dat Corey Borlaug, de creative director van de game, echt enorm heeft moeten pitchen en strijden om dit natuurlijk erdoor te krijgen. Want het is heel anders. Want het is niet meer de makkelijke hack and slash zoals vroeger. Dat is inderdaad ingewikkeld. Next. Hier die doen we als laatst. Daniel is zo excited. Normaal doen we dit om de beurt, maar dit ga ik... Oh ja, nee, doe maar. Doe maar. Nou, dit zagen we niet net al. We zijn nu voor het eerst... Huh? Wat is dit? Dat vroegen we ons totaal ook net niet af. Maar we hebben dus een soort, ja... Ja? Dat zit erbij. Ja, ik weet echt niet wat het is. Dus dit krijg je slap en heel... flubby en rubberig. Dat zei je moeder vorige week ook. Maar het lijkt een soort boekenlegger. Ik ga hem gewoon als boekenlegger Ik denk dat gebruiken. Het misschien dat ook wel is. Oké, hier is een munt. Ik denk dat dit gewoon collectibles zijn. Want er staat verder ook geen code of niks. Dat is wel tof. Nee, gelukkig wel. Dat is 1. En dan 2. Dan kan je toch gewoon zo pakken? Echt? Ja, ik heb niet zulke lange nagels. Dus ik er ook ben niet zo'n poot. Oh, dit is echt heel fragiel. Dit breek je zo de midden. Oh, maar wat is dat papier dan? Nee. Oh, dat is een sticker, joh. Een plakding. Kan je plakken op plekken? Niet doen. Dat moet je dan thuis plakken. Je kan hem inderdaad ergens plakken. Misschien plakken wel een tas of zo, mijn voren of zo. Ja, en dit is een beetje Apple-esque gedaan, want nu denk je... Oh, hier zit nog zoveel verpakking en zoveel... Ik ga nog zoveel meer krijgen. Nee. Krijg je niet. Dit is het. Dit is het gewoon. Dit is... hieronder zit niks. En wat dit precies... Ik denk oprecht dat dit een boekenlegger is. Want het heeft ook een beetje dat... Ga ik hem oprecht ook grippen gebruiken. Dat is tof. Misschien zelfs wel als je dan hier denkt... Oh... Dit is ook zo'n... Dit is een lange zit. Ik bedoel... Dit is ook zo'n lange doktersroman. Ja, tekst. Letter na letter. Nou, dat je hier ongeveer denkt... Nou, we gaan morgen verder. Het is ook zoveel om te behappen. Zoveel kunst. Ja, heel diepgaand allemaal. Dan kan het. Het is... Dit is we vergeten natuurlijk één ding. De game zelf. Op disk. Fysiek op disk. Tegenwoordig is dat vrij weinig. Of er staat een code op die disk, dan zou ik echt stuk gaan. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ja, er staat wel een code op, maar dat is niet voor iets. Nou. Thuis heel snel doen. Al die codes even. Ik kan mezelf zien. Kijk, je ziet Tom filmen. Dat is echt heel meta. Ja. Dat is ook een... Maar dit is het dingetje natuurlijk. Hier zit ook weer art, kunst. Dit is het. Het is minder dan verwacht eigenlijk, want het is een best wel dik pakketje. Maar het is gewoon een leuke perskit. Episch. Dus hij is je hebt natuurlijk Ni no Kuni 2 gezien. Ja, dat Nino was Kuni natuurlijk zo'n perskit. Ja, dat is waar. Dus ik ben nu gewoon te veel gewend. We hebben gewoon al budget in de perskit gestopt en nul budget in de game. En hier hebben ze het andersom gedaan. Tot de volgende keer bij Unboxings met Gamersnet. Heerlijk.